stamgenoten en aangelanden en beste, allerbeste vrienden. Osmarja en ik zijn overgelukkig u hier allemaal welkom te heten op de viering van onze 55ste huwelijksjubileum. En volgens de reden is dat de smaragde jubileum, dat zegt onze ken. En in de boeken heb ik gevonden dat het een orchidee-jubilee is. Ik hoor daar ja zeggen. Dus, dat hebben we een dubbele jubilee, een smaragde en een orchidee. Wij zijn voor de wet getrouwd op woensdag 13 november 1963. En voor de kerk de dag erop. En het is de schuld van onze lullen en van Mia dat we de viering dus een maand hebben moeten uitstellen, want ja. die zaten in Kenia en in... Ja, we hebben niet gewacht, hè. Ik was wel Namibië, hè. En dan... Ik zei toch Namibië, hè. En dat is waar ook, mensen, voordat ik het vergeet, eerst en vooral verontschuldig ik ook onze Raf, want die zit natuurlijk met zijn warme voeten in Tangerland. Goed. Meneer Wij, onze Ludo, onze Raf en ik, in maart 1963 naar Duffen kwamen wonen. In juli ging ons Marja bij haar familie op verlof naar de Ardennen. Ja, slag daar maar over, want dat gaan wij vertellen. Nee, dat is niet waar. Ons vader woont met ons in de buurt van het mooie bos en heeft al een tijdje een oogstje op Maria Pissé, een jonge weduwe uit de Lindelij. Hij gedraagt zich gelijk een haantje, likt zijn veren dik schoon, legt zijn hanenkam in een zijstreek en kraait zo hard hij kan om aandacht te krijgen van dit knappe kiekske. Maar Maria, het kiekske van dienst, heeft voorlopig geen aandacht voor ons macho haantje, die te pas en te onpas met zijn brommerke opduikt in haar buurt. Tot die ene dag dat het kiekske weer eens veel te laat uit haar bed is gekomen en zich moet haasten om haar bus naar Mechelen te halen, waar ze de apotheek van Snaals moet opendoen in de ochtend. Het kietske maar crossen, zo hard ze kan, tot ze merkt dat haar stapjes altijd maar kleiner en kleiner worden. Pas op, deze keer dus niet met Anjers en Rozen. Er is ook geen piano die dat aan een parachute uit een vliegtuig dwarrelt, of een strijkkwartet dat achter de hoek staat te wachten. Nee, ons vader doet het gewoon met zijn agenda. Zeg Maria, als we nu eens trouwen... Ik heb hier in mijn agenda gezien dat de 14e november deze jaar op een donderdag valt. De 15e november is de dag van de dynastie en dan hebben we dus ineens een lang weekend. Wat pijsde. Ja, en dit romantisch huwelijksaanzoek ligt dus aan de basis van 55 jaar huwelijk. Maar ik had zot gezegd, hè? 55 jaar waarop dat we vandaag proosten. Dus in lief en leed, waar is mijn glas? Ja. In lief en leed, 55 jaar. Louis, Maria, vader, moeder, Raf hier, hoe zit papa en mijn moe, heb je dat niet? Raf, heb je dat? Eiland. Oh. Alsjeblieft. De legendarische woorden. Voilà Maria, deze boeketje is voor u. En de witte bloemen zijn van onze Ludo en van mij. En die rode rozen zijn van ons vader. Rood, de kleur van de vurige liefde. Kiekske werd rood tot achteraan haar oren. En onze naam. Thank you.
1968. Lidie die was een onderwijzeres bij de Zusters Apostelinne in de Sint-Jansstraat in Mechelen. Gedreven en begeesterend in een uitsluitend vrouwelijke omgeving tussen nonnen en meisjes, voornamelijk uit het internaat. En toen de nonnen het wereldlijke leven hadden ontdekt, liep de school leeg en werd ingepalmd door het bijzonder onderwijs. Alle onderwijzeressen werden naar andere scholen verplaatst, behalve Lydie en Hermine. Lydie waren ze vergeten, want die was in bevallingsverlof. In die halve mannengemeenschap van het bijzonder onderwijs was het voor Lydie en Hermine natuurlijk echt wennen. Alhoewel, men kwam mij vertellen dat Lydie de Louis een toffe en een plezante vond en dat de Paul zich autoritair en afstandelijk probeerde te meten met de nieuwkomelingen waarvan Lydie het meeste weerwerk bood. Louis, met een fascinerend en empathisch vermogen om mensen te boeien en te verbinden. Bijna wekelijks hadden we Louis en Maria op bezoek. Het waren avondvullende programma's met veel verhalen en belevenissen die alleen zij kunnen brengen. Louis is een geboren verteller en Maria kan op het gepaste moment de finale inbreng lanceren die het verhaal van Louis op openbare hoogkamp brengt. Hij gaat opeens naar voren van Po. Paul is de echte kunstenaar. Dus de Paul en de Louis en hun gezinnen waren op een camping in Saas-Groen. Wordt dat dan wordt toch ook het daar tegen. Sinds de dag dat je mij